Van de huis uit de landingsbaan in Zwanenburg verhuisde Rob Knaven naar de snelweg in Hardenberg. Dat klopt helemaal. Wat wilt u nog meer weten van mij? Hoe bent u hier terechtgekomen? Ik ben hier terechtgekomen via internet, via de firma Intervest, die zorgt dat de woningen bewoond worden die leeg staan, zodat ze niet vernield kunnen worden. En ik kwam hier aanrijden en ik had een afspraak en ik keek en ik wist bij God niet hoe het huis eruit zag. Ik had geen foto's, misschien helemaal niets. Het was gewoon blanco. En ik kwam hier aanrijden en ik dacht, dit is het en dit wordt het. En ik stapte binnen en de mensen waren klaar. En binnen een kwartier heb ik getekend. En ik had de spullen al in mijn auto zitten om bij mijn moeder op te staan, want ik ging verhuizen. En die heb ik gelijk hier naar binnen gebracht. En van een en ander moment woonde ik hier gewoon. Wat sprak jij nou het meeste aan in dit huis? Nou, de plek natuurlijk. Hè. Lekker rustig in het bos. Je kan zo het bos inlopen. En de ruimte gewoon, dat is heerlijk. Ja, dat is echt fantastisch. Mogen wij eens even bij jullie of bij je binnen kijken? Kom maar binnen. Je bent van harte welkom. En dan komen we hier in de keuken. De keuken was alleen maar het aanrechtblokje, maar een ijskast en een ladeblok en wat kastje van de kringloop. Even een beetje timmeren en het is weer helemaal compleet. Dus ik ben hier heel happy. Het was een kale keuken, maar het is nu een mooie keuken waar ik me helemaal in kan redden. En dan gaan we hier naar de huiskamer. Die was natuurlijk ook helemaal kaal, maar met wat meubelen en een beetje fantasie. Dan zie je wel, het is hartstikke bewoonbaar en ik woon hier heerlijk. En ik kijk uit. Bos hier, bos daar. Wat wil je nog meer? Als we dan hier doorlopen, dan komen we naar de woonkamer. Want wij noemen dat de eetkamer en dit is de woonkamer. Ja, je ziet wel, er is rommel, maar dat komt omdat er visite is en een huisje om te leven. Maar ook hier weer uitzicht naar voren, naar achter. Heerlijk. Rob, wat brengt jou eigenlijk naar Hardenberg? Mijn werk. Mijn werk niet. Ik werk nog één dag in Haarlem. Maar wat brengt, ik probeer het welzijn van mensen te ondersteunen. En dat wil ik doen via projecten. We hebben een ijsbeerproject. Dan ga ik met de kinderen de bos in en ben ik een clown. En alle kinderen krijgen een rode neus op en een hoedje op. En dan gaan we het vuil verzamelen in het bos. Over blikjes en dat soort dingen. En het eind van de dag sluiten we het heel leuk af. En dan maken we er een beetje feest van. En ik ben bezig met een wellnessproject. Dan kan ik in het huis of waar dan ook, geef ik een dag een wellness. Dan kan je op een speciaal apparaat dat je ader van je benen lekker doorbloeden. Je krijgt een lekkere massage met een speciale rol. Enzovoort, enzovoort. En de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel van kinderen die overlijden. En die kinderen mogen nog een wens doen voordat ze overlijden, die ziek zijn. Dus het gaat allemaal naar een goed doel, zodat je en de mensen die de wellnessdag krijgen, die hebben een goed gevoel. En de kinderen. En ik krijg een goed gevoel, want ik heb een heerlijke dag. Dus dat zijn een aantal van de dingen die ik hier wil gaan doen. In Hardenberg? In Hardenberg en omstreek, ja. Alles wat hier in de omtrek is welkom. Dus dat zijn even de plannen op korte termijn. Nou, dan wensen we je heel veel geluk. En van harte welkom in de gemeente Hardenberg. Dankjewel, ik voel me heel erg welkom. Oké, dankjewel.